Ken je dat? Dat iemand je iets zit te vertellen en dat je denkt, ik zou je wel willen burgen. Of dat uh, mensen je in het verkeer snijden en dat je denkt, ik druk hem van de weg af. Of dat je een pannenkoek staat te bakken en dat iemand zegt, nou, er moet nog een beetje boter bij. Dat je denkt, ik zal je voor je kop rammen met die koekenpan. <laughs> dat betekent dat je een kort lontje hebt en dat er waarschijnlijk hormonale iets aan de hand is. Hallo, mijn naam is Mabel van den Dungen. En ik heb een coachingpraktijk waar ik mensen help met afvallen. Vaak mensen die 120, 130, 140, 150 kilo zijn. Dus geen lullige gewichten. Ja, en die zijn ook hormonaal uit balans. Ik heb mijn opleiding al 2012 gedaan bij Worldwide Overload, Hormonal Profiler. En ik heb bij professor, professor Primo KMP. Klinische neuropsycho-immunologie. Ja, mondvol. Het tweede jaar heb ik niet gedaan, want toen gingen ze het hebben over intermittent fasting. Nou, laat ik daar zelf natuurlijk al tien jaar mee aan de slag zijn. 22 september, zondag 22 september, geef ik vanaf vier uur tot half zes een masterclass over... Welke geheimen je moet weten over je hormonen om te kunnen afvallen. En hoe je moet trainen als je een bepaald hormonaal profiel hebt. En welk hormonaal profiel je hebt. Um, ik ga je ook dingen vertellen die niemand je durft te vertellen. Want het bijzondere is dat voor al je hormonale disbalans er eigenlijk maar één oplossing is. En dat er van alle hormonale disbalans eigenlijk maar één kernprobleem is. Nee. Oké, okay, ik ben heel confronterend en recht door zee. En ik vertel je precies zoals het is. En als jij naar me luisteren wil. En als jij doet waarvan ik zeg. Dat zorgt dat die weegschaal alleen maar omhoog gaat. Dat zorgt ervoor dat je s'nachts wakker ligt. Te heet in je bed te woelen. Dat zorgt ervoor dat als je man je aanraakt. Dat je denkt: Nou weet je wat? Doe maar niet. Doe maar, doe maar niet. Doe zelf maar even wat leuks met je handen. Maar niet aan mij. Je libido is soms ook helemaal verdwenen en dat komt je dan goed uit. Als je een anderhalf uur van je leven echt zinnig wil besteden, zou ik zeggen, wees er 22 september bij. Het is een gratis masterclass, anderhalf uur, over wat jij kan doen om die hormonale balans uh, weer te installeren. Dus dat je weer energie hebt, dat je libido er is dat je als man zijn bijvoorbeeld je borsten verliest, want dat betekent dat je veel te hoge oestrogeen hebt, en uh, hoe je van dat korte lontje af kan komen, dat je niet meer iedereen van de weg wil drukken. Je bent heel erg welkom, zoomlinkje staat hieronder, en uh, dan gaan we er een fantastisch mooie namiddag van maken. Ik stuur je, al mijn liefde, sla het zoomlinkje in je agenda op, en dan. Uh... Krijg je van mij nog een uh, mailtje van. Uh... vergeet het niet in je agenda te zitten. Okay. Dag, tot de 22e.